Bij ons in de studio Jana Parmentier. Een uh, tijdje terug hadden we haar hier reeds in de studio, en dat was dan uh, bij de aankondiging en voorstelling eigenlijk als de kandidaten voor Miss Presence. Ondertussen zijn we nu al uh, enkele maanden verder, en Jana, hoe heb je eigenlijk die periode beleefd? Uh, goed, het was wel heel druk ook, maar ja, dat had ik wel een beetje verwacht, want het is niet mijn eerste misverkiezing. Um, het, was, het was leuk, um, ook stressvol. We moesten ons eigen promotoeren voorbereiden en van mij was dat samen met Celine Mertens Blankemerge en ook uh, Aline dan een Hasselt. En dat was wel heel stressvol die dag zelf nog. had alles wel lukken, um, maar allee, al bij al uh, heel goed, allee, heel leuk eigenlijk, ja. Wat heb je dan precies in die dagen gedaan? Dat er in Blankenbergen bijvoorbeeld hebben jullie daar met flyers rondgelopen of was dat veel hier de mensen in zaken gaan aanspreken? Wel, als voorbereiding zijn we een tweetal weken ervoor naar Blankenbergen geweest, ik en Celine. Een week ervoor ook zelf nog, omdat het nog niet heel op punt stond. We zijn eigenlijk de dag begonnen met een glaasje kava. Um, dan zijn we like, vertrokken uh, naar een uh, eetplaats waar we een broodje konden krijgen. Uh, dan zijn wij um, richting uh, Zeedijk gewandeld like, om daar een beetje promen voor onszelf te maken en ook uh, snoepjes te verkopen voor de, de VVOC. Daarna zijn wij um, naar Harufa uh, fishes, beach, fish spa of zoiets, <laughs> gegaan. Uh, om uh, zo met ons voeten en uh, die visjes, um, dat is zo aan, aan, aan de eels zitten knabbelen. Dat was heel leuk uh, dat we hem ook mochten doen. Daarna zijn we naar Storm Expo geweest. Uh, eigenlijk uh, een expo die daar um, tijdelijk stand houdt. Um, en ja, een beetje meer te weten komen over tornado's, over stormen. Uh, dat is ook dat is heel plezant. Um, daarna zijn we geïnterviewd geweest van um, de krant van Blankenbergen. Um, dan ook nog terug een beetje promo maken voor onszelf. Ook nog snoepjes verkopen. En we zijn dan um, als afsluit van de dag gaan eten. Um, ja, iedereen kon kiezen tussen pizza spaghetti. En dat was eigenlijk als afsluit van de dag en dat was ja, een hele leuke dag, maar toch ja, opnieuw stressvol, want iedereen zag wel toe op mijn man zelf dat je er staat en uh, stuurde wel een logos dan al door, maar toch ik heb altijd of, of ik had altijd schrik uh, dat we toekomen in die zaak en dat ze zeiden van ah we weten van niets, ik denk dat dat voor iedereen wel geldt, maar al bij al is eigenlijk alles hoe meegevallen, ja het was leuk. Mm -hmm. En naast die promo dag misschien in Blankenbergen, wat is er daar uh, in de opbouw eigenlijk naar de finale toe? Wat uh, heb je nog allemaal verricht zo? Um, ja, dus uh, andere promodaan, dus eigenlijk uh, doorgaans uh, België of Vlaanderen eigenlijk, um, verspreid over de zomervakantie. Uh, ook persvoorstellingen, uh, finale avonden van andere misverkiezingen zijn we ook naartoe mogen gaan. Um, nu ook vooral eigenlijk recht, dus, uh, vooral omdat er twee weken voordien is, op uh, de choreografie. Uh, het gaan passen van de kledij, uh, ons nagels uh, mogen laten doen, uh, nog verschillende fotoshoots ook, extravagante fotoshoots. Um, ja, eigenlijk van alles, vooral die fotoshoots vond ik wel iets apart, iets unieks dat ik eigenlijk nog niet gedaan had. Um, ja, nu vooral eigenlijk als, in aanloop van de verkiezing passen van kledij en eigenlijk maken dat alles op punt staat. Ons haar mogen ook lagen, laten doen. Uh, we kregen een metamorfose, dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Uh, ja, zo'n ding eigenlijk. Maar toch ben je dat als model toch al deels gewoon eigenlijk, die metamorfose dat ze soms meemaken? Of is het nog iets anders? <laughs> ik denk dat het nog iets anders is, want uiteindelijk ja, uh, als model ben ik meestal, uh, moest ik meestal mijn eigen maquillage en al verzorgen. Uh, en dat was niet echt het extravagante, uh, mijn haar werd eigenlijk nooit veranderd. Um, maar nu willen ze ja, het concept echt wel extravagante, diva uh, benadrukken. Dus ja, ik uh, kan niet zeggen, ik ben geen professioneel model. Amateurmodel waren te eerder meer van die lingerie shoots of uh, gewone glamour shoots, maar uh, heel beperkt. Alleen nu is dat wel meer, meer uitgebreid ook geweest, ja. Goed, in ons tweede deel van ons gesprek, Jana, uh, willen we ook wel eens bekijken de finale zelf. Zijn er daar al uh, speciale voorbereidingen nu voor geweest? Niet dat je al geheimen moet prijsgeven, maar uh, nu zitten jullie in de finale, dus moet wel uh, al een en ander duidelijk zijn voor jullie toch? Ja, um, ja vooral eigenlijk uh, hoe dat podium gaat opgesteld staan, uh, wat wij zullen dragen, um, ons choreo, uh, hem ook al uh, Volledig afrond en nu blijven het eigenlijk vooral oefenen, oefenen, oefenen. Want de, de choreograaf is wel gekend voor een, een hip-hop-stijl en um, niet het typische missen-dansje. En dat vind ik ook wel terug tof. Want uh, we kunnen alle zes goed dansen vind ik. ik. Ik heb er eigenlijk uh, enorm in verschoten, ook van mezelf. En <laughs> uh, we moeten toch dus wat te doen op hakken, dus uh, dat wordt vooral nog oefenen. Um, en als speciale voorbereiding, ja, um, ik moedig de mensen aan om, om voor mij te supporteren. Uh, ja, ik krijg al een beetje stress als ik er aan denk, mm -hmm. dus uh, blijven stemmen, blijven liken, dat is nog de enige voorbereiding die mij nog uh, nog rest eigenlijk. Uh, het is niet meer lang, dus ik kan nog niet meer veel doen. En de avondzaal wordt eigenlijk alles in handen van de jury gelaten. Ja. Dus uh, ja. Opvallend is wel, de locatie is nog veranderd op het einde toe. En jullie zitten met zes in de finale. Iets weinig eigenlijk. Is dat een verschil met andere verkiezingen dan? Een bewuste keuze van de organisatie om echt de zes beste meisjes daar te zetten? Ja, ik denk dat wel. Um Oh, we gaan eigenlijk voor uh, kwaliteit en geen kwantiteit. Um, de locatieverandering is eigenlijk door uh, ja, een overmacht uh, dat de organisatie eigenlijk niets kon aan doen. Uh, ze we eigenlijk daar vooral ook terug gaan naar die kwaliteit. Um, het is een exclusieve locatie ook. Um, het is niet echt bekend voor allee. Ik denk niet dat er ooit al een misverkiezing heeft plaatsgevonden. Ik kan dat nu lelijk hebben um, De oude vismeen was natuurlijk ook een heel mooie locatie, maar ging iets te kaal overkomen. Natuurlijk, zes meisjes brengen ook um, hun supporters mee. Maar natuurlijk, 12 bij 6 of 20 bij 6 um, is natuurlijk een kleiner aantal wat dat logisch is. Dus het is een, een logische beslissing van de organisatie om voor kwaliteit te gaan en niet kwantiteit. En hoe zal de inbreng van Roefslaren zijn in Zottegem? Heb je daar al een bus voor ingelegd of zo? Uh, nee, eigenlijk. Ja. Mijn vader had dat wel iets uh, gedacht uh, om uh, eventueel een bus in te leggen. Maar uh, aangezien um, dat er supporters eigenlijk van, ik kan niet zijn Hans Vlaanderen of Hans Balië komen, maar ik heb supporters van Limburg komen, ik heb supporters van Oost-Vlaanderen komen, ik heb supporters van West-Vlaanderen komen. Ik denk niet dat ik supporters heb van Vlaamse Brabant of zoiets. Maar het is een beetje van, 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 ja, van Brugge ook, van Roesselaar, van Oostende. van... van denk om allez, een bus in te schakelen, dat je een beetje uit dezelfde regio moet zijn. Ik weet niet als mijn pa dan nog gaat toertrekken, want uiteindelijk uh, gaan ze ook um, als FUB ernaartoe. En zijn ze is ook maar een mooi aantal. Um, misschien als verrassing, ik weet het niet. <laughs> uh, maar allez, we zijn toch wel goed vertegenwoordigd, uh, want we de enige. West-Vlaamse kandidaten. Dus, um, en ik ken een beetje de supporters die mij steunen. En ik weet wel dat ze kunnen uh, luidkeels roepen, Dat weet ik zeker. Dus dat gaat er niet aan mankeren. Nee, nee. Nu, Jana, misschien nog eens kijken naar de finale zelf. Uh, de verwachtingen. Ik verwacht maar, uh, wellicht dat je voor het grote kroontje gehad, of het kroontje, maar uh, wat als het niet lukt? Goh, ik heb dat eigenlijk nog niet aan gedacht. <laughs> um, wat als het niet lukt? Goh, ja, ik ben 25 jaar, um, ik ben realistisch, um, ja, natuurlijk ga ik ja, ga ik het heel jammer vinden, maar ik zeg het, ik ben allee, oud genoeg om dat toch een plaats te kunnen geven. Uh, het is mijn laatste probatie geweest. Uh, we gaan het geen vierde keer doen. Uh, derde keer, goede keer, dacht ik, dat was mijn muze. Uh, dus we zien wel, um, ik heb geen pronostiek of, of um, verwachting ernaartoe. Natuurlijk, net voor de bekendmaking ga ik daar met een. Allee, ja, een. Zweten, alleen handpalmen staan en, en heel veel stress. Mijn hart zal waarschijnlijk uh, 100 uur kloppen. Maar uh, ja, als het niet lukt, uh, c'est la vie. Ja. Maar uh, ik had het wel heel jammer vinden, dat wel, zeker. Ja. Ja. En wat wil je het verschil dan leggen? Je kent nu de concurrenten ook, je kent hun zwakke punten, sterke punten. Waar ga jij het verschil maken? Oh, ik heb dat wel bij mijn vorige verkiezing uh, vooral opgelet, uh, dat je als meisje vooral moet genieten van de avond en lachen. De jury moet zien dat je er pl ook plezier in maakt. Natuurlijk is het een stressvol moment, maar maak dat niet te laat nu neuschijnen. Um, Allee, ik hoor dan ook van er zijn weer meisjes die benauwd zijn uh, om, om een steek te laten vallen bij de danspasjes of mm. uh, ergens te haperen in een tekst of te vallen, maar allee, ik zag ook van dat is allemaal niet erg. Als je gewoon terug recht komt met een smile, denk je dat dat veel meer aanspreekt met iemand die daar allee, um, gewoon serieus zit te kijken en, en zit mee te taal van 1, 2, 3, 4, nee. 5, 6, je weet nee. wel. Ja. Um, tchog, ik had er vooral veel plezier in beleven en misschien mijn maturiteit had ook gezegd: vertalen in iets dat de jury aanspreekt en ja. voor kiest. En uh, wat is dan uh, de uiteindelijke prijzenpot? Want uh, de luisteraars zullen daar misschien wel geïnteresseerd in zijn. Het is niet, waarschijnlijk niet alleen het kroontje. Wat uh, mogen we dan uh, in de moderne bladen uh, terugvinden als model dan? Goh, um, maar. Natuurlijk, de winnares zal um, gezegd zijn van enkele merken, enkele, bijvoorbeeld een reclamebureau, uh, ook de personal training, uh, het bedrijf daar rond. Uh, zij zal ook het, het gezegd zijn van dat bedrijf. Uh, verschillende fotoshoots worden er ook natuurlijk dan gedaan. Er is al trouwens een gebeurd die uh, later wordt gebruikt um, als een van de foto's. Een um, buitenlandse reis ook. Uh, goodybag bloemen, champagne. Mm. Um, er wordt nog gezorgd, misschien voor een verrassing. Ook voor de winnares, maar dat ga ik nog niet prijsgeven. Mm -hmm. ja. um, ja, het Goyat is eigenlijk een, een redelijk ruime prijzenpakket. Ook uh, kledij. Um, we mogen ook bij Tigri Fashion uh, vier keer per jaar een handtas uh, uitkiezen. Allee, ik zeg nu we, maar de winnares natuurlijk. Mm -hmm. um, allee, het is een ruime prijspakket, maar iemand uh, als de luisteraars geïnteresseerd zijn, mogen ze altijd een keer een kijkje gaan in op uh, www.misprisons.be uh, en daar kun je like, het volledige prijspakket zien. Mm -hmm. ja. Ja. En um, <kwijnt> dan de finale zal er dan opzetten. Er zal een last wellicht van je afvallen. Of, uh, want nu zijn dat inderdaad uh, de drukke tijden. Je zit met je zelfstandige zaak. Nog een keer uh, de verpleegkundige studies die je hebt. Ga je dan uh, niet vrezen voor inderdaad een burn-out? Ja, en een had vallen. <laughs> um, ja, dat, dat zullen we ook wel eens zien. Moest ik bijvoorbeeld ja, in die top 3 terechtkomen. Misschien dat de, dat de organisatie al iets heeft vlak na de verkiezing. Um, maar allee, om eerlijk te zijn, ik ga blij zijn dat het even gedaan is. <laughs> Niet gedaan, gedaan. Natuurlijk hoop ik dat ik een jaar misbruik Spruisels mag vertegenwoordigen. Maar nu is het echt wel... Um, allee, ik ga bl allee, blij is een groot woord. Maar ik kan niet boos zijn als de finale um, er is. De finale dag mag komen voor mij. Uh, het is heel zwaar geweest ook. Uh, dat is normaal. Ja, voor alles moet je werken. Als je iets wil in het leven, niets komt zomaar. Maar we zijn intussen van 5 maart al bezig tot 18 oktober. Allee, rekenen en taalt, dat zijn zeven uh, maanden. Um, dus dat is uh, intensief. Dus ja, de finale mag komen. <laughs> Goed, en ons laatste onderdeel, Jana, misschien nog eens puur reclame maken. Wat kunnen de luisteraars van Radio Bingo nog doen voor jou en die laatste rechte lijn naar de finale toe? Ze kunnen halen stem liken op Facebook. Um, Finaliste Miss Présence 2015, Jana Parmetier leman Dus dat kunnen we ook altijd doen. Uh, ook is er een poll via de Miss Prezons Facebook. Um, dat vind je bij meer, dan kan je klikken op poll en dan kun je stemmen voor je favoriete finalisten. Natuurlijk, Jana een hier le man. Um, en dan eigenlijk gewoon een ja, um, hart onder de riem zien via uh, de, mijn pagina, mag ook altijd. Of komen kijken naar de finale, dat mag zeker, want ik denk dat dat nog eigenlijk vooral de grootste steun is. Live uh, publiek die je support dat geeft wel heel veel. Allee, um, dat is broodnodig voor de meisjes. Dus ik hoop voor de andere meisjes dat ze dat ook hebben, om hen te steunen. Um, dus het gaat door eigenlijk op 18 oktober. Het start om 8 uur. De deuren gaan open om 7 uur, maar het start om 8 uur. Het is in het Vlaanders Event Hall in Zotteham, ter kamer in 4. Een kaart kost 30 euro. En daarvoor krijg je ook een drankje en een hapje um, aangeboden. En dan kan je niet van een mooie show. Uh, en het is, ik weet het, uh, van de organisatie, het gaat kort en krachtig zijn. Voor de meisjes is dat wel, zo wel leuk en ook voor het publiek die er zit is dat ook leuk, dat het dat geen langdradige show wordt, want ik heb ook al allee, ervaring daarmee en als het te lang duurt wordt dat een beetje in tonen ja. en um, Ja, kom kijken, zou ik zeggen. Ja. Een finale dus met Jana Parmentier als winnares. Ja, dat zou de ideale finale zijn. Maar pas op, ik kan het andere meisjes ook. Maar natuurlijk, ja, ik heb me in om te winnen. Ja. Goed Jana, bedankt voor de komst hier naar de studio. We kunnen u nu ook nog meegeven dat uh, na afloop dat er een uh, live reportage komt. Dus uh, met een gesprek ter plaatse in Zottegem. Waar we er ook zullen bij zijn met uh, Radio Bingo. Uh, dat zal dan in de week na de 18, uh, 18 oktober... Live op Radio Bingo zijn. Goed, bedankt en tot de volgende keer, Jana. Bedankt.